boord van de Jacob van Heemskerk. Een schip met een geschiedenis waarop de Nederlandse marine trots kan zijn. Waken op de brug, op voor- en achterdek en hoog in het kraaiennest. Honderden scherpe ogen over de hun toevertrouwde koopvaders. Zo zijn kloek haar kuikens beschermt, zo houdt hij van Heemskerk zijn scharen bijeen. Het konvooi. Konvooi. De kranten hebben het woord doodgeschreven. Maar beseffen we wel wat het betekent? Voortdurende paraatheid en geen enkel moment verslappende waakzaamheid. Is er geen vijandelijke activiteit, dan wordt er onverwachts, soms een paar maal per dag, een oefenalarm gegeven om de vaardigheid van de bemanning op proef te stellen. Anderhalf dozijn schepen, een verlaten gemeenschap op de Wereldzee. En aan de commandant van de Van Heemskerk is de zorg voor zoveel kostbare mensenlevens, voor de schepen en hun belangrijke lading toevertrouwd. In verband met dreigende gevaren wordt een nieuwe koers vastgelegd. Het spijt me, maar ik mag jullie er niets van vertellen. In de machinekamer herinnert ieder instrument aan Holland. De Heemskerk is in Amsterdam gebouwd en de eerste proefvaart van het schip was de gevaarlijke reis naar Engeland, een dag nadat de mof ons land was binnengevallen. De kok denkt toch vaak met weemoed aan het meesterwerk dat hij Hollandse biefstuk placht te noemen. Maar toch, nog hij, nog de rest van de bemanning hebben reden tot klagen. Het eten aan boord is puik. En met een kleine variatie op Napoleons beroemde uitlating kunnen we gerust zeggen, de vloot vaart op zijn mag. De dienst is ook zwaar. 4 uur op, 4 uur af. En daar mag wel wat tegenover staan. En of dat smaakt. Etenstijd of geen etenstijd, het konvooi vaart door. En aan dek van de Van Heemskerk duurt de waken voort. De mogelijkheden voor ontspanning zijn aan boord niet heel groot. Behalve aan enkele schaakcompetitie komt het voornamelijk neer op lezen. En zowel aan boord van de Van Heemskerk als op de andere schepen van onze marine kan nog heel wat meer lectuur gebruikt worden. In de kajuit van de overste komt de eerste officier rapport uitbrengen. Zolang het konvooi duurt, is er voor de commandant hoogstens kans op een hazenslaapje. Er is altijd werk te doen, zelfs wanneer de bemanning ter kooi gaat. Convoyeren is eentonig en gevaarlijk. Want elk ogenblik kan het alarm weer klinken dat alle mannen weer op hun post zal brengen. Dit konvooi kwam veilig binnen. Dankzij de waakzaamheid van officieren en manschappen van Hare Majesteit Jacob van Heemskerk. Dit zijn Hollandse leerlingvliegers in het eerste stadium van hun opleiding voor de Engelse luchtmacht. Grondrail heeft ten doel van deze jonge knapen militairen te maken die nu op de grond, maar straks in de lucht, onder alle omstandigheden snel zullen reageren. Schietoefeningen vormen een belangrijk onderdeel van een opleiding. Het gaat erom een bewegend doel te raken. De verbindingsofficier tussen ons departement van oorlog en de Engelse luchtmacht, die de leerlingvliegers kwam inspecteren, waagde ook een schot. En die is raak. Een groot deel van de dag wordt doorgebracht in het leslokaal. Navigatie is hier het hoofdvak. Wij maakten onze film op de dag waarop deze groep Hollanders naar elders zou worden overgeplaatst. Over enkele uren zou een nieuw deel van hun opleiding beginnen, maar tot op het laatste moment werd er gewerkt. Geen wonder dat onze microfoon tijdens de laatste les de volgende frappante interruptie opving. If you look at a map of Holland, from the point of view of looking for landmarks for flying, one of the first things you would look at would be waterways, making obvious landmarks. On a map of England, you will find comparatively few waterways and those some distance apart. There you have one. Waar we nou maar eens gingen vliegen, zeg. Bij het verlaten van deze vliegschool sprak de commandant de jongens toe, in het Hollands. Nu jullie het eerste deel van jullie opleiding voor de Royal Air Force voltooid hebben, wil ik in deze laatste les afscheid van jullie nemen.
Ik wens de Hollandse leerlingvliegers tijdens hun verdere training en daarna in actieve dienst alle succes. Good luck to you boys. De vertegenwoordiger van de Nederlandse regering zei kort en krachtig: ik heb met zeer veel genoegen zojuist gadegeslagen dat deze groep Nederlandse aspirantvliegers bereikt heeft bij het verlaten van het eerste RAF-station. Het Nederlandse gouvernement volgt natuurlijk jullie in jullie welzijn en is ook zeer geïnteresseerd in wat je bereiken wat betreft de militaire opleiding. En dit is wat de aanstaande piloten zelf tot u te zeggen hebben. Ik ben Rotterdammer en ik heb Rotterdam na 14 mei gezien. Daarom ben ik met een kano overgekomen om Nederland te helpen bevrijden. Ik ben na 5 dagen ook met een kano aangekomen hier in Engeland, opgepikt door een destroyer. En ik ben hier gekomen om te vechten. En ik weet wat de Duitsers zijn en wat ze gedaan hebben in Holland. Ik ben na de invasie uit Zweden gekomen waar ik woonde en over Rusland en Japan en Indië gegaan. Vandaar naar het Nederlands Legioen in Canada en met een konvooi naar Engeland waar ik in de RAF heb dienst genomen. We zijn allemaal reuze blij bij de RAF te zijn. En ik kan niet anders zeggen dan mensen in Indië, stuur onze Spitfires en wij zullen voor de rest zorgen.